Ja, voorzitter. Inkomenspolitiek voeren we via belasting op inkomen en vermogen. En dat geldt ook voor gepensioneerden. Dat doen we niet via het al dan niet koppelen van stijging van het minimumloon aan de AOW-uitkering. Tenminste, wat de SP betreft. En tot voor kort was dat ook de opvatting van de BBB. En mevrouw Keizer maakt hier een gigantische politieke draai. En ik weet niet waar dat mee te maken heeft. Maar eerder heeft uw partij een motie van de SP gesteund waarbij de regering werd verzocht om nooit de koppeling van het minimumloon aan de AOW los te laten. Dus waarom deze politieke draai? Mevrouw Keizer. Ja, voorzitter, de grote woorden. Wat ik bijzonder vind, is dat de SP dus blijkbaar honderden miljoenen wil besteden aan een doelgroep die niet minima zijn. Dit wetsvoorstel ziet op minima. Terwijl onder mensen met AOW ook gewoon mensen zitten met hoge pensioenen. En dan vind ik het een vraag waard of jij honderden miljoenen wil besteden aan een groep die het niet nodig heeft. De heer Van Kent. Ja, voorzitter, ik kan mevrouw Keizer geruststellen. De SP heeft voldoende ideeën over hoe wij mensen met hoge inkomens, maar vooral ook met hoge vermogens, een eerlijke bijdrage willen vragen om bijvoorbeeld een verhoging van het minimumloon te bekostigen. Daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. Waar de SP zich zorgen over maakt, is de politieke draai van de BBB. Die eerst hier een kameruitspraak hebben gedaan dat de koppeling altijd in stand moet blijven. En nu hier de vraag op tafel legt van kunnen we niet gaan morrelen aan de koppeling van het minimumloon aan de AOW. En het is een kwestie van beschaving nogmaals dat die koppeling in stand blijft. En nogmaals de vraag waarom deze politieke draai van de BBB? Ja, voorzitter, ik ken dit debat trucje. Maar ik ben toch liever bezig met een wetsvoorstel wat hier op tafel ligt. En dat wetsvoorstel zegt, het wettenminimum moet met 1,2% worden verhoogd. Het doel daarvan is om mensen op het sociaal minimum te helpen. En ik constateer dan dat 500 miljoen van de 820 miljoen waar het hier over gaat, en voorzitter, dat is een slok op een borrel, ook toegaat naar mensen met AOW met grote aanvullende pensioenen. En ik had gedacht dat ik misschien dan de SP aan mijn zijde zou vinden om op een zuinige manier met overheidsgeld over te gaan en te kijken of je hier een voorstel zou kunnen doen wat ook aan dat doel tegemoet komt. Dus ik ben eigenlijk een beetje verbaasd. De heer Van Kent, als laatste. Die verbazing zit bij ons. Nou, die verbazing ook, zit hem erin, voorzitter. Nogmaals, rijke ouderen, de SP heeft genoeg ideeën over hoe we vermogens en inkomens gaan belasten. Maar de verbazing bij de SP zit hem erin dat de BBB draait en daarmee de AOW'ers laat vallen. Eerst hier voorstellen aannemen die zeggen de koppeling moet altijd in stand blijven. En nu bij de behandeling van dit wetsvoorstel daaraan gaan morrelen en daarmee die AOW'ers keihard in de steek latend. En daarom nogmaals de vraag, waarom deze politieke draai? Waarom niet vasthouden aan de koppeling? Dat was nu de derde keer dezelfde vraag. Waarom nu niet vasthouden? Keer. Ja, voorzitter, ik stel even een vraag. Waarom niet vasthouden aan de koppeling van het minimumloon aan de AOW? Oké, laatste keer. Maar voorzitter, waar baseert de heer Van Kent zich op? Wij praten op uw woorden, vandaag hier over een wetsvoorstel wat gaat over een eenmalige verhoging van het wettelijk minimumloon met 1,2%. Daar hebben we het vandaag over. Kost 800 miljoen, 820 miljoen, ik ben even precies getalvrij, doet er ook niet zo heel veel toe, waar 500 miljoen naar de AOW gaat. En dan niet naar mensen met alleen AOW, daar ziet dit wetsvoorstel op. Nee, ook naar mensen met flinke, kleine, grote, aanvullende pensioenen. En de vraag die ik aan de minister Ik had een vraag gesteld over de koppeling, niet om nog een keer ja, te herhalen. Ja, maar u heeft ook drie keer dezelfde vraag gesteld. Geen antwoord, voorzitter. Waarom die koppeling losgelaten wordt en ik krijg geen antwoord. U heeft de vraag gesteld, u heeft het antwoord gekregen, u bent niet tevreden met het antwoord. Ik kan er verder ook niks aan doen. Ik ga door, mevrouw Keizer, ook voor u. Ik ga nu door naar de volgende interruptie van mevrouw Pot. Want hier krijgen we toch geen antwoord op. Ja, dat ben ik niet. Maar voorzitter, dan maak ik een persoonlijk punt. Ik geef wel antwoord. Ik geef wel antwoord. Ik zeg tegen de heer Van Kent dat het gaat over de vraag of het nou wijsheid is om, doen we eens door de midden, 300 miljoen te besteden aan mensen
die flinke aanvullende pensioenen hebben. Kan toch niet waar zijn? Het gaat om de vraag waarom de BBB een draai maakt en de koppeling van het minimumloon aan de AOW los wil laten. Klopt. Die vraag gaat het. En gaat u daar nou eens op in? En ik stel hier vast dat we hier heen en weer hikketakken en dat er en dat geen induidig antwoord komt. In ieder geval komt geen antwoord waar u tevreden mee zal zijn, meneer Van Kent. Dus met u. Dat is ook een antwoord. Ja, met